Iedereen wil goede zorg, maar wat goede zorg is, kan voor iedereen anders zijn. In het Erasmus MC vinden we het daarom belangrijk om samen met onze patiënten te beslissen over welke zorg het beste past. Dat doen we tijdens een goed gesprek. Sommige patiënten zijn heel goed voorbereid, hebben veel gelezen, zijn goed geïnformeerd door hun verwijzend specialist of huisarts. Sommige patiënten zijn ook helemaal blanco en zijn dan soms overvallen wat ze allemaal te wachten zou kunnen staan. En dan merk ik dat veel informatie die we verstrekken niet goed aankomt of niet goed blijft hangen. Kunt u vertellen of een voorbeeld noemen van hoe u zich voorbereid heeft of informatie heeft verzameld toen u die diagnose kreeg? Ja, het begon uiteindelijk na de turbblaasoperatie. Er moest meer gebeuren. Het was een invasieve blaastumor. Dan ga je dus googlen en ik heb veel informatie gevonden, ook van andere ziekenhuizen die daar allemaal wel hun informatie over geven. Aardig ingelezen. En ik denk dat ik op die manier goed beslagen ten ijs kwam voor het eerste gesprek hier bij het EMC. Dus u heeft er echt wat aan gehad, aan die informatie op internet? Absoluut, absoluut. Wat ik zie bij patiënten is dat ze soms hebben ze dus nog niet een bepaald idee over wat een behandeling zou kunnen betekenen. Als je dat dan uitlegt, wat dat in hun situatie voor consequenties zou hebben, dat ze tot andere inzichten komen. Zeggen van nu ik dit weet, kies ik voor, in mijn geval, voor een niet-chirurgische behandeling of juist wel. Dat is heel prettig om te merken in de gesprekken als dat naar voren komt. Of in de gesprekken die nog volgen na zo'n eerste consult. Want een eerste consult is vaak moeilijk om meteen een beslissing te nemen. Kunt u een voorbeeld noemen van tijdens de gesprekken met het behandelteam hier waar u wat aan gehad heeft om beslissingen te kunnen nemen over uw behandeling? Het allereerste gesprek, dat waren een drietal gesprekken met drietal specialisten. En in een van de gesprekken, in alle drie gesprekken, is mijn vrouw erbij aanwezig geweest. Die heeft ook input kunnen geven in de gesprekken. Misschien nog wel meer dan ik zelf gedaan heb. Ja. Ze had zich ook behoorlijk ingelezen. En we hebben er veel thuis over gesproken. Dus zij op een andere manier keek zij naar de zaken. U heeft er dus ook wat aan gehad dat u een naaste bij u had in die gesprekken met de arts. Ja, vond ik heel belangrijk. Ja. Ja. Nee, ik had niet graag nee geweest. Duidelijk. Ja. Ik heb ook altijd de afspraak met de patiënt dat ze er rustig over na moeten denken. En dat we later in de week op terugkomen en dan een behandelplan maken. En ik hoor wel vaak terug van als patiënt hier geweest zijn, dat ze dan zeggen, ik heb er zo over nagedacht, met mijn familie over gesproken. Of met de huisarts gesproken, dat adviseren we ook vaak. En nu kies ik voor behandeling A of B. In het tweede gesprek hadden we uiteindelijk met de uroloog. Toen heeft de uroloog heel duidelijk aangegeven wat de consequenties waren van de keuze die ik zou maken. Wat ik zelf probeer in mijn gesprekken met de patiënt, ik houd natuurlijk een medisch verhaal, technisch verhaal, maar ook om te proberen te achterhalen wat voor die patiënt of zijn of haar familie belangrijk is. Dus ik probeer altijd boven tafel te krijgen van, wat is nou voor u belangrijk in het dagelijks leven? En wat doet u en heeft u nagedacht over wat die behandelingen dan voor impact zouden kunnen hebben op die kwaliteit van leven? En daar is denk ik nog wel heel veel te winnen, want ik leer daar zelf ook nog elke dag van.